Voor Antoinette Laan hebben wij een jurk mogen maken die zij met Prinsjesdag aan gaat doen. Dat is wel heel gaaf, ja. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Studenten van het Rotterdamse Albeda College die een jurk ontwerpen voor Prinsjesdag. En ditmaal was de Rotterdamse politicus Antoinette Laan de gelukkige die een op maat gemaakte jurk heeft gekregen. Annemarie Jortsma, senator, die was vorig jaar degene die eervol in een mooie jurk kon krijgen. En die vroeg mij in de ridderzaal, joh Antoinette, je woont in Rotterdam, vind jij het niet leuk om volgend jaar een jurk gemaakt te krijgen door studenten? Nou, ik zei gelijk ja, het leek me hartstikke leuk. Ja, het was zeker een ervaring omdat we ook nog studenten waren. En nog niet ons diploma hadden of in die zin hebben we ook veel hulp gekregen van de docenten. En is het ook een heel erg bijzonder leerproces geweest. En dat leerproces heeft uiteindelijk tot dit eindresultaat geleid. En daarvoor mocht de Rotterdamse VVD-politicus zelf haar gewenste ontwerp uitkiezen. Ik heb aangegeven wat ik belangrijk vond in een jurk. En toen hebben ze allemaal een soort van moodboard gemaakt met een soort van schetstekening erbij. En daar kwam de eerste tekening van deze jurk uit en daar was ik gelijk enthousiast over. Er zit een jasje in een jurk verwerkt, ook maar half. Dus er zit een overlapping vanaf de ene kant, er zit een revers-kraag in. Alle elementen van een jasje, maar het is ook gewoon nog steeds een jurk. Hij is anders dan anders en ze hadden inderdaad een combinatie gemaakt van een soort van jurk-jasje-jurk. Nou, en die zie je eigenlijk niet zo snel in de winkel. En toen dacht ik, ja, als ik dan toch iets anders wil, dan is dit wel heel bijzonder. Super gaaf natuurlijk voor iemand die het gewoon op Prinsjesdag aan gaat doen. Ja. Dat iedereen dat ziet op tv en in het echt. Bijpassende hoed, bijpassende schoenen. Prachtig.